Zo mensen, welkom bij deze livestream onverwachts hier op mijn hitbox. En het is Far Cry Primal. Voilà. Nou, dit is de map als het goed is. Onze kaart, het is vrij groot. Ik bedoel, kijk maar, ik kan helemaal naar beneden. Dit is dan de grens, zeg maar. En tot en met hier. En dan gaat het naar boven. Dat is zeg maar de grootte van de hele mapkaart. Dus we hebben echt ontzettend veel speelterrein. Vind en doodgevaarlijke vijanden en doorzoek hun overblijfselen. Oftewel, dood zeg maar vijanden en doorzoek in hun stront. Kan. Kunnen we doen. Lijkt me niet het leukste wat er is. Wat hebben we hier? Nog niet verkend. Een Marsagrot. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Dat is wel op zich wel redelijk dichtbij. Nou ja, dichtbij. Toch nog een stukje lopen. We gaan er eens kijken. Leuk. Maar dit spel is dus de laatste Far Cry die is uitgekomen. Het speelt zich af 10.000 jaar voor Christus. Dus best wel apart. Oeh. Jee, nou, ik zag hem niet aankomen, joh. Hoppakee. En gelijk weer villen, want dat hebben we nodig om spullen te maken. En die spullen kunnen we maken in het menu. Hier zo bij maken. En dan kunnen we hier kiezen voor een ingewanden zak. Ingewanden zak. Ruimte voor 3 stuks lokaas, 12 stuks vlees en 12 stuks dierlijk vet. Op zich is dat wel mooi, want dan kan je meer meenemen. Maar deze is ook makkelijk, want als een pijlkoker, dan kan ik namelijk in plaats van 8 pijlen, kan ik 16 pijlen meenemen. Maar op zich denk ik dat... Ja, zullen we eerst voor deze gaan? Ik doe gewoon eerst die. Hoppakee. Kunnen we deze nog aanpassen? Nee, dan moeten we naar de god van Takar niveau 1. Een zonnesteen nodig, hebben we 1 van de 6. En steengruis 0 van de 8. Dan kunnen we pas deze boog upgraden. En voor de rest moeten we het verhaal verder gaan... verder doen, de missies, om dit ook te kunnen upgraden. Vaardigheden kan ik nog niks omhoog doen. Ik heb alles al geupgraded. Maar in ieder geval, ik heb wel 2 punten extra. Dus mocht ik iets unlocken, dan kan ik dat gelijk upgraden. Dus dat is heel positief. Zo, al die dieren hier, what the fuck? Voor mij komt er iets groots aan. Een beer of een hyena of een... Ik weet niet precies wat, maar hij gaat achter die beest staan. Zie je het? Ik ga er ook al achteraan. Hij zit hier achter. Waar loopt hij? Oh, hier een hyena. Of een wilde hond is het. Hoppakee. Wilde hondjes. Ik schrok, zegt Joelle. Sorry. Ja, soms is het wel een beetje... Niet echt jumpscares, maar... hierboven zit volgens mij een zak in de boom. Ja, daar zo. Kunnen we die eruit slaan, denk je? Als ze springen en slaan? Nee, ik denk dat we met een pijl moeten hem even kapot maken. Ik kan hem ook gewoon gooien. En dat ik hem dan gewoon weer oppak. Hoppakee. Wat zit hierin? Oh, dierenvel. Maar dat heb ik allemaal vol. Dus we kunnen naar de grot toe. Nou, dan gaan we eens kijken. Gaan we hier naar beneden? Gaat dat lukken? Ja, gewoon van die rots. Hoppakee. Wee. Ziet er al mooi uit, die game hoor. Als ik zo kijk. Hè, grafisch ziet er heel bijzonder uit. Oeh, wat zijn dat? Oh, die doen niks kwaad. Nee, dat zijn gewoon orsjes, denk ik. Ziet er echt fantastisch uit, de game, inderdaad. Wauw. Grafisch is het echt heel mooi. Ja, we gaan naar de grot. Niet afleiden door een paar van die bisons. En je kan van alles tegenkomen in die jungle. Dat is wel echt heel tof. Daar zit iets groens. Dat is een mannetje die bij me hoort. Kom even naar hem toe lopen. Hallo. Hallo. Zo. Oké. Okay. Ziet er vrolijk uit. Hier is een kamp. Marsagrot ontdekt. Kijk eens. En een kampvuurtje. Even die knots in de fik steken, kan dat? Ja, knots aansteken, zo. En dan hebben we in ieder geval wat licht als we de grot ingaan. Hier is de grot. Gaan we even naar binnen. Even koekeloeren, hè. Dat zie je kunnen vinden. Oh, er zit een beer binnen, zie je dat? Oei. We gaan hem proberen te doden. Het is best pittig. Maar ik ga dat doen met een aangestoken pijl. En dat wordt best wel leuk. Want het is best wel pittig om met dat beest te vechten, oké. Okay. Let op. Oké, nu gelijk. Kunnen we nog één in brand steken? Oké, doen we er nog één. Moment, kom op me af nu. Knots pakken en... Ik doe het met dit, want het is sterker. Moment. Oh, nu ga ik bijna dood. Nu moet ik snel voedsel eten. Heel snel. Oh, jammer. Oh, drukken, drukken, drukken. Ben ik dood? Nee, hè? Maar wel bijna. Kom op. Oh, shh. Hij staat in de fik, dat is mooi. Oh... Ga dood, beest. Ga dood. Hij is zo sterk. Hij is echt niet normaal sterk. Oh, waar zit hij? Waar zit hij? Oh,
Oh, wat komt hij dichtbij? Is hij dood? Nee, nog. Ja, hij is dood. Oh. Wat een beest. Die zijn zo sterk en ik ben nog zo zwak, zeg maar. Ik ben nog zo slap. Oké. Goed. Ja. Nou, even kijken. Hier zal het nu wel veilig zijn, denk ik. Zal allemaal spulletjes hebben bewaakt, misschien. Wat hebben we hier allemaal? Allemaal. Wat zijn dit? Doorzoeken. Dierlijk vet. Oké. Wat hebben we hier? Allemaal niks. Misschien kan ik mijn instinct aandoen. Dan kan ik zien wat licht geeft. Daar geven dingen licht. En dat ook, dat ding, kan ik misschien kapot maken. Ik weet het niet. Wat hebben we hier? Nou, niks bijzonders. Kijk hoor, bij het water. La 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 la. La 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 la. Oh, we kunnen plantjes pakken. Hoppakee, die plukken we gewoon. Dan gaan we naar boven. Wat hebben we hier? Klimmen. Hebben we hier nog meer? Wat is dit? Steen of zo? Oh, dit moeten we in de fik steken. Dat zijn bladeren. Doen we dat eventjes, let op. Met RT. Waarom lukt het niet? Ja, nu wel. Kijk, dat gaat in de fik. Hoppakee. En dan kan ik op zich dat ding weer uitdoen. Vuur doven, zo. Moet even wachten tot we daar in de buurt kunnen komen. En dan kan ik iets unlocken. Ik weet niet wat het is. Een godsschilderij. Oh! What the fuck gebeurt er? Wat gebeurde er? Wat? Wow. Dat was vreemd. Zag je dat ook? Dat was echt heel raar. Wat zegt hij? Hij geeft iets aan. Ik weet niet wat, maar... Hij geeft iets aan als ik hier naartoe wil lopen. Knots aansteken. Oh, zo. Ik sta aan de fik. Ja. Oké, we gaan weer terug. Blijkbaar heb ik iets geunlocked. We kunnen daar nog... Daar kwam vandaan. Of daar kwam vandaan. Oh, twee ingangen. Of is, hoort het bij de... dat hoort bij de grot. Oké. Mooi. Oh, ik zie mannetjes. Er is een vijand ergens. Ik weet niet waar die zit, maar... Ergens daar? Hij komt naar mij toe. Het zijn... Oh, er zit serieus een beest achter me aan. Kijk. Nee, ik gooi allemaal spullen en... Dat heb ik nu nodig. Ja, dat heb ik nu nodig. Want hij komt op me af, zoals je ziet. In de achtergrond. Nee, 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 nee. Ik zei niks. Weg jij. Nee. Ik deed niks. Waar gaat hij heen? Hij vlucht naar boven. Oké. Mooi zo. Ga maar weg. Ik heb hem afgeschrokken. Wauw, dat zag er gaaf uit. Oké. We gaan verder. We gaan weer wat meer unlocken. We gaan dus even naar de kaart. Als je iets ontdekken moet, kijk dan eens dus even goed op de keert. Op de keert. Wat hebben we nog meer? Ik weet niet of we echt een missie kunnen doen, want ik weet niet waar de missies zijn. Ik denk dat dit echt de missies zijn. Tenzij de shaman. Zullen we daar eens naartoe gaan? Dan doe ik wel even een snelle locatie. Dan kan je snel reizen, dat is makkelijk. Hoef je niet dat pokken te lopen, want het spel is zo groot. Ze moesten wel snel reizen erin gooien. Zieke prank. Oké, waar zitten we nu? Wat zijn dit voor dingen? Voorraad openen. We hebben wel wat hout nodig in principe. Even kijken hoor. Die kunnen we ook wel gebruiken. Maak voedsel. Yes, dankjewel. En ja, dat is het wel. Oké, we gaan naar de plek toe. Dat is helemaal omhoog. Ik denk dat we beter gewoon zo hoog mogelijk kunnen komen. Want dadelijk zitten we met het probleem dat we die grot op moeten. En dat lukt dan niet, want we hebben nog niet zo'n grijphaak. Je hebt heel vaak zo'n grijphaak nodig, wil je echt bovenop iets komen. En daar is ook weer iets aan de hand. Ik weet niet wat dat is, dat icoontje. Ik zal eens kijken. Maar dat voor geld. Help ninja. Die kunnen we wel eerst even doen, de beestenjacht. Jaar op groepen roofdieren die de ninja bedreigen. Dat is cool. Roofdieren. Op je roofdierenjacht, dames en heren. Oké. Steentjes pakken. En we moeten uitkijken om ons heen wat er gebeurt. Dat we niet worden aangevallen. Dus heb ik nog water? Ja, mooi. Ik heb nog water. Heerlijk. Lekker water. Wow. Er ligt iets hier. En er ligt ook... Oké, dit is niet heel smakelijk. Dierenhuiden toegevoegd aan je voorraad. Wilde honden stelen voedsel van plaatselijke jagers. Dun
dun de wilde hondenpopulatie uit. Oké. We moeten dus wilde honden gaan doden. Dat vind ik niet erg, want dat hebben we juist nodig. En ieder een dooie. Bereik het jachtgebied. Oké, dan gaan we daar dus naartoe. Hi! Es Aborbs Aniek. Is dat Aniek van de YouTube Gathering vorige keer? Je hebt water, jaloers. Lekker, lekker water. Heerlijk. Dat heeft die man ook wel nodig hier in de tijdperk. Oh, dat ziet er leuk uit. Oh, hoor ik vijanden? Of, oh, het zijn de goede rikken van de Wenja. Hallo meneer de Wenja, wat ben je aan het doen? Oh, oké. Okay. Zit gewoon met de klauwen in het water. Oh, ik zie dat je het leuk hebt gehad met een vosje. Is het een vosje? Oh, kijk hoe zielig. Ligt dat lieve beest hier? Ja, leuk Aniek dat je kijkt. Superleuk. Adorbs Aniek heet het dan, hè? En ik denk dat we naar het gebied moeten wat rood is omcirkeld. Alleen, ja, oké, okay, dan gaan we dat doen. Wel uitkijken, wat is dit? Is dit een rare plant? Ik neem het gewoon mee. Ik pak het er gewoon vanaf, huppakee. Daar zie ik een vijand volgens mij, of niet? Was het geen vijand? Nee. Ik moet goed uitkijken hier, want hier zitten die wilde honden. En anders pak ik mijn genotsknots. Dit is mijn genotsknots. Verloren kamp. Locatie ontdekt. Kijk, daar zitten wilde honden. Zie je het? Hij laat een spoor achter. En daar nog meer wilde honden. Hmm. Ik kan ze op zich maar één keer één klap raken. Let op. Hoppakee, sneaky. Jij bent dood? Volgende. Kom eens hoor. Oh, yes. Ga maar dood, alsjeblieft. Dankjewel. Juist. Komt u maar. Daar nog één. Waar zit hij? Oh, nog een zwarte hond. Hoppakee, en daar nog één. Kom maar, hè? Nu durf je niet meer, hè? Stom beest. Oeh. Oh, daar is die. Hoppakee. Een paar slagen zijn ze dood. We moeten 9 doden. Dat zijn er echt veel. Oh. Hoppakee. Schok me dood. Jee, dan één keer aan mijn voetje. Oké. Daar komt er nog één. Komt u maar. Hè? Kom dan. Kom dan. Hè? Ja, kom dan. Hè? Ik dacht je uit. Kun je wel blaffen? Hoppakee. Pats. Rip hondjes. Superleuk dat je me nog kent. Ja, tuurlijk. Ik herinner dat zeker wel. Ik heb een video gezien vandaag van jou. Je was in de dierentuin. En je ging aapjes kijken. En je begon in een soort schuur of zo. En toen deed je vriend deed op het einde een geit na. Hé, hey, cool hè. Kijk zo. Oh, er komt nog een beest. Waar gaat hij heen? Hij gaat het hutje in. Maar niet voor lang. Huppakee, ik sla hem gewoon dood. Tot moes. Sorry voor de mensen die dieren... Ik hou ook van dieren hoor, heel erg. Maar dit moet... Wat moet dat moet? Wilde hond. We gaan even dat eruit halen, vlees. Dat hebben we nodig. Want dan kan ik namelijk iets nieuws maken. En wat, dat zal je dadelijk zien. Wilde hond vullen. Hoppakee, wat was die zwarte dan? Was dat ook een wilde hond? Oh, dat was een zwarte wilde hond. Dat is nog een verschil dus. Oké. Okay. Hebben we nog meer honden hier? Oh, gadver, wat heb je gedaan? Wow. Oké, okay. Timmy Boy is er ook. Hallo Timmy Boy. Leuk dat je kijkt. Normaal doe ik eigenlijk nooit livestreamen. Meestal op vrijdagavond doe ik mijn muziekavondje. Doen we altijd van 7 tot 8 uur, maar meestal loopt het uit tot een uur of 10 uur 's avonds. Doen we altijd 3 uur lang livestreamen. En dan doen we altijd muziek. Dan gaan we altijd rockmuziek en moet je kijken, is leuk. Aankomende vrijdag gaan we dat waarschijnlijk wel weer doen. Dus dat is heel leuk. Het is toch vrijdag? Nee, het is zeker een vrijdag. Dat dacht ik niet. Even kijken hoor, wat kunnen we nog meer maken? Ik moet even niet naar dit menu, ik moet naar het menu van maken. En dan moeten we volgens mij deze maken. De ingewanden zak. Kijk eens, nu kunnen we meer vlees meenemen. En is gewoon veel beter. Ik bedoel, vlees moet je gewoon bij hebben. Is mijn kern niet te donker aan het worden, dan moet je het zeggen. Want het wordt natuurlijk steeds donkerder hier. Zou je niet zeggen als het 's avonds wordt, dat het dan donkerder wordt? Had ik niet verwacht. In ieder geval, we hebben de missie gehaald. Dat is mooi. Ben je nou blij? Goed. Nu gaan we naar kaart. En dan gaan we eventjes naar het plekje waar we eerst ook naartoe zouden gaan. Voor de missie. Dat is de hoofdmissie, hè? Oké. Hiernaast is nog wat aan de hand, zie ik. Er staat ook weer een streepje. Daar komen we toch langs, dus ik kan er net zo goed even kijken wat er aan de hand is. Daar is een icoontje, zie je dat? Dat is hier zo in de buurt. Vijanden, vijanden, vijanden. Oké, ze zien me niet. Maar ze lopen daar. En ze hebben iemand van mijn groepje. Hoppakee, headshot. Nog iemand. Daar loopt hij. Oké. Okay. Rustig aan, rustig aan. Hoppakee. Dat is mooi, hè.
prachtig. Nee, het wordt lichter, Vincent, dat je dat niet wist. Echt, ja, nee, sorry. Ik heb geen. Ik was nooit zo goed in biologie. Heeft er ook niks mee te maken. Of... In ieder geval, ik was nooit zo goed met scheikunde. Dat is iets beter wat met licht te maken heeft dan alles. Scheikunde, natuurscheikunde. Bah. Dat was echt niet leuk. Oh, komt daar nog een vijand? Serieus? Is dat nog iemand daar? Ja, volgens mij wel, hè? Ja! Oké. Okay. Moment. Nee! Dat was toch duidelijk raak? Oké, okay, nu wel een headshot. Oké, okay, nu kunnen we hem bevrijden. Oh, het zijn geitjes. Maak je niet druk. Geitjes doen geen kwaad. Oké, okay, ik bevrijd je. Sol is sowieso niet leuk, dat klopt. Oh, het heeft meer met sterren kunnen te maken. Oh, wat heb ik? Een achievement! Gehucht! Wat heb ik gedaan? Wow! Je wiener stemt al mensen... Ik heb 20 mensen al bevrijd. Wow! Dat is cool. Oh! Wat is er aan de hand? Wat is er? Vijand? Ik hoor wat. Waar is het? Oh, een beer? Nee. Beertje! Ik hou niet van beertjes! Oh my god, die zijn gemeen. Zit hij nog achter me aan? Ik ga die rots op hier. Daar komt hij nooit op. Dat hoop ik. Oh, het is een vijand. Moment. Hoppakee. Ik heb geen dingen meer. Moment. Nee. Ja, raak. Oké, die beer blijft daar. Ik ga die beer ook niet uit zijn tent lokken. Want dan weet ik dat het misgaat. Blijf maar daar, beer. Blijf maar daar. Ja, sowieso de redder in nood. Oké, okay, we gaan hier langs. Langs die mooie bloemetjes. Het ziet er mooi uit, hè? Ik vind het echt een heel mooi spelletje. Wow, kijk die omgeving. En dan nu zo'n liedje I Believe I Can Fly, weet je wel. En dan laat je gewoon keihard neervallen. En dan stort je gewoon neer met allemaal botten die eruit steken en zo. Wow. Oké. Okay. Ik geloof niet dat het diep water is. Dus ik denk dat we het even een soort van anders moeten oplossen. Maar hoe weet ik even niet. We moeten wel een verdieping lager. Misschien via de zijkant. Wacht even hoor. Ik spring gewoon even daar naartoe. Ik ben in de haasje, zie je dat? Hoppakee. Wee. Oh. Ai, ai, ai. Ik ga maar glijden. Dat is beter. Hoppakee. Oké. Okay. Hier in die grot zit dus een Wenya. Een soort van sterke Wenya. En daar gaan we dus een nieuwe missie van krijgen. Ik geloof dat we dan dieren gaan leren temmen. Dat is ook tof. Oké. Okay. Even de knots eventjes naar beneden gooien. Misschien zit er wat in. Een buitzak vol rood blad. Oké. Okay. Kan ik altijd gebruiken als ik mijn reet moet afvegen of zo, weet je wel. Altijd makkelijk. Mooie god. I believe I can fly, plats. Hij gaat je bloed voeren. Mooi, hè? Bloed voeren. I believe I can fly. Oh, daar staat die maniak. Jezus. Je hebt volgens mij techno opstaan. Ik weet niet of dat kan in die tijd, maar... Oké. Okay. Gaan we eens kijken naar het filmpje. Hoekakebakke. Lijkt net een lemming. Ik ben de ware. Oh, wat lief. Ik ben Tensi. Ik bid voor sterke geest. Beer, neus, horen tegen, toen kom jij. Nou, bedankt. Je ziet hem ook aan voor een dier. Dat is ook niet vriendelijk. Ja, wat paddo's niet met je doen. Je kunt een veilige plek. Ga daarheen, Tensi. En ik heet Vincent, maar dat weet hij nog niet. Nee. Nee, man. Hand. Box. Geef me hand. Komt ie. Ah, man. Oh my god. Kannibaal? Ik neem gewoon water. Is dat ook goed? Mag ik water nemen? Oh. Oh nee, dat is zo smerig. Dat klinkt, dat smaakt ook zo. Als bloed, zeg maar.
Echt geniaal. Echt geniaal. Ik vind het heel leuk gedaan. Ik vind het heel bijzonder gedaan ook, dit spel. De visioen van beesten. Dit is trouwens een hele mooie missie. Ik heb hem al eens eerder gezien. Nooit echt gespeeld. Maar het is echt fantastisch gedaan, dit. Je gaat dus een soort van trainen. Je kan beesten trainen. Dus dat je echt erop kan zitten en zo. Dat is echt vet. Dat ik dan eindelijk een beer kan... Een soort kan temmen. Dat ik er dadelijk gewoon op kan rijden. Even kijken hoor. Ik ga nog wat YouTube gathering editen. En lekker met Rolfje bellen over wat idee. Doe Rolf wel de grote groeten van me. We moeten soon eens gaan gamen. Dat vind ik ook. Bij deze afgesproken. Ja, dus afgesproken. Dit is heel mooi. Ja, ik ben het met je eens. Dit is echt verschrikkelijk mooi. Kijk dan. Dit moet je even zien, Timmy. Als je dit nog niet hebt gezien. Maar ik ben nu een soort van een vogel. En ik moet gaan vliegen. Het is echt verschrikkelijk vet. En ik mag nergens tegenaan komen. Want dan ben ik dood. Maar ik ben een soort vogeltje nu. En ik moet gaan sturen met het linker balletje op mijn joystick. Oké. Nu moeten we in het water. Ik denk dat ik moet hem volgen. Wow, kijk nou vet gedaan, hè. Ziek, hè. Het is raar, want op mijn grote beeldscherm is het spel lelijker. En op mijn kleine scherm is het veel mooier. Dat is echt cool. Oh, we gaan niet doorheen. Het gaat goed. Oké, moet ik gaan zwemmen nu? Oké, ik ga zwemmen naar boven. Die oog had je schitterende skills laten zien. Ik denk het ook. Dit gaat te ver, kill. De ballen laten ze niet vallen. Kijk, wat een schattig beestje hier. Echt mooi. Ja, in Far Cry 4 had je ook zo'n missie. Daar had je ook een soort drugs op of zo. En dan zit je ook in een hele aparte wereld. Echt super gaaf. Oké, we gaan hier door een soort jungle heen, denk ik. Doe maar denken aan de Lion King. Van... Weet je, want dan staat hij op zo'n rots. Even te kijken zo, een beetje kijken. En hun ook een beetje te kijken zo, van doen jullie het wel goed? Maar ze blijven ook gewoon staan, weet je? Ik kan maar even naar ze toe gaan. Wacht, kan ik naar ze toe gaan? Ik kan niet springen. Jammer dit. Wacht maar jongen, wacht maar jullie. Oké, we gaan eens kijken wat is hier. Oké, we lopen naar de L toe. En dan gaan we volgens mij weer een stukje vliegen. Ik geloof het wel. Ja, we gaan weer vliegen. Waar gaan we heen? Volg de L. Ja, dat is echt heel mooi gedaan, het spel. Echt heel magisch eigenlijk, voelt het aan. Bambi en Lion King 1. Ja, inderdaad, ja. Een beetje Bambi ook. Oh. Prankkill. Vliegen gaat fout. Oké, we gaan niet door de waterval. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Checkpoint, dat is mooi. Wow! Oh, we gaan weer verder vliegen. Wat een rot weer. Oh, ik zie daar mammoeten. Volg maar gewoon dat beest. Wauw, ziek gedaan, hè? Echt heel mooi. En daar zien we een zwerm, een soort tornado van verschillende vliegende beesten. Ik weet niet precies wat het is. We vallen nu. Vallen we nou van heel hoog of zo? Ik weet het niet. Heel apart. Maar waarschijnlijk is dit mijn geest. Een soort geest die in een andere wereld is. En als het goed is ben ik nog steeds in een ander gebied. Oké, we moeten dit... Kijk, die wolven ook. Mooie wolfjes. Ik doe een beetje denken aan Jungle Book. Weet je wel, ik ben Mowgli en ik groei hierop. Tussen alle wolfjes en... Wow. Oké, dan. Kijk, deze is lief. Deze doet niks. Nou ja, hij doet wel wat, maar hij is gewoon lief. Oké, we gaan naar de L. Temmen. Dosh. Ja, dit is Far Cry Primal. Dit is de nieuwste Far Cry game. Wow, kijk hoe schattig. Wat een mooi beestje. Ja, het leuke is dat zeg maar het L'tje, die kan je de lucht in gooien. En dan kan je via de L als een soort GoPro zien
wat er allemaal in dat veld is qua vijanden. En dan kan je een soort van bom laten gooien op die vijanden via je L. Of je kan je L laten aanvallen op een van die gasten. Nou, en dan zijn die gasten natuurlijk helemaal afgeleid door die L. En dan moet jij aanvallen van de andere kant. Want dan heb je ze namelijk afgeleid door die L, zeg maar. Dat is het ideale ervan. Ja, ik had een droom inderdaad. Geen droom. De ooggeest noemt jou beestenmeester. Ik word een beetje moe van die gast. Nee hoor, hij is wel gek, maar hij heeft wel best met je voort, want hij helpt je wel namelijk. Nu gaat hij weer tekenen. Beestenmeester, jij en El delen band. Kun je verbond sluiten met jankend beest? Misschien. Vindt Witte Wolf leider van Roedel. Alleen jij kunt wilde ziel temmen. Oké, we gaan een wilde witte wolf gaan we zoeken. Kunnen we praten met hem? Kom mee, ben jij verzamelen in Westen. Ik volg jouw licht. Ik heb geen keus. Oké. Nou, dan mijn eigenwijs. Oké. Nou, we gaan de grot maar weer uit. Maar laat die gekke man met rust. Ik bedoel, je moet gewoon even weer op adem komen, heb ik het gevoel. Wat hebben we hier? Zit nog steeds in de grot? Ging de verkeerde kant op? Ik denk het wel. Ik denk dat we dan hierheen moeten. Hoppakee. Doorzoeken. Oh, ik moet nog wat doorzoeken hier. Huid van een zeldzame plantenwortel. Waar moeten we eruit? Ik weet niet. Wat hebben we hier nog? Klimmen. Ik denk niet dat ik hierheen moet. Wat is daar? Ja, je kan af en toe dingetjes vinden. Misschien moet ik mijn instinct aanzetten. Dan kan ik zien waar we heen moeten misschien. Ik zit vast in die grot. Waar is de uitgang? Oh, hier. Denk ik. Yes. Denk het wel. Ja, ik krijg mijn pijnaboog weer terug. Kijk, we hebben genoeg, denk ik. Yes. Hebben we wat hardhout? We hebben wel wat nodig, denk ik, voor hardhout. Dus moeten we even gaan zoeken naar spulletjes. Oké, we komen weer buiten. Druk op pijltje omhoog om je L te roepen en het gebied om je heen in kaart te brengen. Zullen we het eens doen? Oké. Okay. Wat schattig. Oh, je kan hem besturen. Kijk nou. Oké, we kunnen even kijken wat is daar aan de hand. Zijn dat vijanden? Zullen we hem aanvallen? Ik weet niet of we kunnen aanvallen. Kijk hoor, beest sturen. Kan ik hem aanvallen, dat beest, denk je? Zal ik eens kijken? Ik denk het niet. Maar ik zie daar van die gasten. Ik wil er wel op afgaan eigenlijk. Kijk, ik kan hem markeren. Die vijand. Kan ik hem dan aanvallen? Even kijken hoor. Ik denk het niet. Ik denk nog niet dat ik dat kan. Beest sturen. Ik kan het doen. Nee, het lukt niet. Jagersoog. Kunnen we nog meer zoeken in de omgeving? Ik denk dat we moeten zoeken naar dat beest. Naar die soort van wilde wolf. Maar ik weet mijn god niet waar dat beest zit. Stoppen. Laat maar zitten. Oké. Ik ga eerst die gasten doden daar. Die zitten daar lekker te chillen. En dat vind ik irritant. Wat doet jagersoog? Ja, die kan zien wat er allemaal hier en daar zit. Moment hoor. Kijk, ze allemaal eten daar. Zit allemaal te eten daar. Ze hebben niks in de gaten. Dat ging snel. Ik ben snel. Zeker. Houd de pijl. Hoppakee. Gewoon die headshots maken. Krijg je lekker veel XP. En geloof, toen ik bij mijn nicht was. Toen had ik ook heel even het spel gespeeld om te kijken hoe het is. En volgens mij zit hier achter ergens een secret. Dat ik extra XP kan verdienen. Maar ik weet het niet zeker. Het was een soort secret hier zo achter. Moet ik even kijken waar het was. Ik weet nog wel deze missie. Maar er was ergens een plekje waar ik heen kon gaan. En dan had je... Oh ja, wacht, daar was het. Let op. Zie je dat blauwe hier zo? Kijk. En dan kan je dan dit doen. En dan krijg je XP. De Daisha hand heet het. Misschien kan ik nu weer vaardigheden upgraden. Even kijken. Ja. Ik kan hier voor mijn dingen upgraden. En nou, ik kan het nog niet. Ik heb het al geleerd. Oké, uit het niets. Ik denk dat dat later nog geunlocked wordt. Maar er zijn heel veel slotjes nog. Terwijl ik al 3 XP-punten kan weggeven. En ik kan het nergens aan uitgeven. Misschien komt dat nog wel later. Je kunt er maximaal 6 hokjes leven krijgen in totaal. Dat is mooi.
Oké, waar gaan we heen? Ik denk naar 2 van de 100 gevonden. Nog 1 voor de beloning. Ik denk dat we hier naar beneden moeten. Want we moeten toch naar die wolf. Dus ik ga heel voorzichtig hier... Oeh, heel voorzichtig gaat het denk ik niet meer worden. Maar ik ga proberen. Wee! Ah, dat ging goed. Soort van. Wat is daar? Is dat een wolf? Ik kan gaan glijden hier. Oké, daar gaan we. Op hoop van zegen. Oké. Vermoord de leider van de indringers. Oké, perfect. Het ging goed. Dat vind ik zo leuk, dat glijden. Oh, ik pak de L. Waarom doe ik de L pakken? Ik hoef die L niet. Hup, weg jij. Geen L. Ik zet even de verkeerde knop. Wat is dit? We moeten deze hebben. Oké. Eerst gaan we die doen. Hoppakee. Dan pakken we die. Dan pakken we die. En dan pakken we die. Nice! Oh my god, dat waren echt 4 headshots gewoon bij elkaar. Dat was echt baas. Dat was echt een hele... Iemand zegt zeker een zere glijbaan of zeker een glijbaan. Ja, ik weet het niet. Ziet er al gaaf uit. Oh, mijn pijl staat in de fik. Dat hoeft ook weer niet. Vuurdoven. Zo. Kijk, kunnen we nog wat spulletjes oppakken? Wat heeft hij? Bijen? Ik hoor beesten. Daar is een wolf. Moet ik hem temmen? Hoe moet ik hem temmen dan? Het is wel een wolf. Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Zal ik hem gewoon doden? Is hij dood? Ik denk het wel. Maar of ik dat moest... Ik moest voor mij een... Ik weet niet of ik deze wolf moest stemmen. Ik heb wel het gevoel dat ik dit moest stemmen, maar... Ja, het is wel een wolf, maar hoe tem ik dat dan? Dat weet ik dus niet. Staat het ergens geïnformeerd of zo? Wat moet ik precies doen? Even kijken. Hulp. Nee. Kaart. Wat, er is een nieuwe missie. Even kijken. Vind het wolfnol en tem de witte wolf. Oh, we moeten dus naar een speciale plek toe. Nou, dan gaan we dat eens doen. En waarschijnlijk moet ik dan weer helemaal naar boven toe. Oh, meen je dit? Serieus? Van, ja, doe het maar gewoon lekker opnieuw. Ja, fijn. Fijn dit. Dit is echt gewoon het leukste wat er is. Je ziet ook gewoon op de kaart, zeg maar. Ik kan op zich omlopen. Maar ik denk als we, zeg maar, hierheen gaan... Ik weet niet of wat sneller is. Ik denk dat we gewoon maar gaan moeten lopen. En misschien hier tussendoor, tussen dit stukje. We gaan het gewoon maar eens kijken. Goed. En wat we tegenkomen, dat vermoorden we. En voor mij wordt het ook dadelijk donker. Dat is wel een beetje het nadeel. Want in het donker wil ik niet hier eigenlijk zijn. Want dan... Ja, dan wordt het gevaarlijk en dan zie je heel weinig en dan moet je soms verplicht... Wat komt er achter me aan? Komt iets? Oh, een hyenaatje. Hyena. Hoppakee. En nog eentje. Komt hij? Hij gaat om me heen. Dat is een jacht, hè? Jachtinstinct. Eerst de rondjes draaien, helemaal gek maken en dan één keer aanvallen uit het niets. Maar de wilde honden ben ik er slim af. Ik noem het hyenas, maar... Ja, je kan het denk ik ook wilde... Ja, volgens mij is het ook gewoon een soort hyena-idee, volgens mij. Ik weet het niet 100% zeker, maar... Leuke stream, dankjewel Hidde. Leuk om te horen. Het is een leuk spel, hè? Dat scheelt wel weer, hè? Zo, gaan we hier omheen. En ik denk dat we dan wel in de buurt komen van de weg. Zo'n soort hoofdweggetje. En dan, wat ligt hier? Hier ligt ook iets extra's in de boom. Kijk eens. Hoppakee. En wat zit erin? Doorzoeken. Een buitzak vol met vlees. Dat kunnen we eten, hè? En dan zeggen we, nam, 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 nam. Ik word ergens door iets geraakt. Ik denk een beer of zo. Is het een beer? Oh, het is weer een hyenaatje. Zo. Die geeft veel leven eraf, zeg. Hoppakee, ik moet even weer eten. En dan ga ik ze weer villen. Hoppakee. Misschien kunnen we daar ook weer wat upgraden, omdat we zoveel wilde honden hebben gemarteld. Even kijken. Dan moet ik even naar select. Dan gaan we naar, maken. Kunnen we iets upgraden? Helemaal niks. Ik heb zoveel spullen en ik ben eigenlijk nog bij missie 2 en ik kan al zoveel dingen... Oeh, oké, die gaan we ook vermoorden. Misschien kan ik hem van achter aanvallen. Dat kan ook hoor, dat is echt super gaaf. Althans, dat denk ik. Zullen we het eens proberen? Ik ben er toch dichtbij, dus laten we het gewoon doen. Oké, heel rustig op mijn gemakje. Nee, nee, eliminatie! Oeh, eliminatie, eliminatie! En hij ook, let op. 3, 2, 1, hop! Oké. En daar zit er nog één. 1, 2, 3. Illuminatie!
Ik vind dat gewoon grappig. Oh, wauw. Dat ging lekker. Je moet gewoon aanvallen als een Rambo. Als een Rambo moet je er gewoon op afschuren. Gewoon pats! In één keer. Dat ging best wel snel en dat ging goed. Daar zitten nog mijn vijanden. Het is een beertje. Dag meneer de beer, ik ben hier weg. Geen beren voor mij, ik heb geen zin om te kroelen. Op zout hier. Oké, we gaan dus naar die plek toe. Twee van die voetjes. Dat betekent dat we nog een eindje moeten lopen. We kunnen geen auto pakken of een taxi. Want we zitten nog steeds 10.000 jaar voor Christus waar het zich afspeelt. Oké. Ik ga hier maar erin. Niet dat ik veel overzicht heb hier, want er staan nog meer bomen bij elkaar. Stil zijn. Oh, hij hoort bij mij. Hallo vriend. Ik dacht dat je een vijand was. Hallo. Hij zegt bakkerkaka. Ik weet begon niet wat het betekent. Maar als je een idee hebt, dan kan je het altijd melden. Wat is dat? Een geitje. Ik weet dat het zielig is, maar... Een geitje... Die gaat zo dood. Let maar op. Hij bloedt dood namelijk. Kijk, zie je het? Dus altijd als je één pijl gooit, dan is dat eigenlijk voldoende. Want dan gaan ze gewoon al dood. Maar een vraagteken hier. Wat is hier? Hier zit iets, een extraatje, denk ik. Een locatie. Het wordt ook donker, dus ik hoop dat ik daar kan overnachten. Even kijken. Ik zit vast in een boom. Zo. Oeh. Au, au, au. Hierin. Hoe kom ik hierin? Kan ik dit slopen of zo? Hoe kom ik daarin? Moet ik het verbranden? Zal ik het eens kijken? Het wordt donker. Oh, daar ben ik niet blij mee. Echt niet. In brand steken. Kan ik dit in de fik? Hoppakee. Ja, dat moet wel. Moet hij naar binnen? Dan maak ik hem weer vuurdoven. Zo. Ik hoor een beest. Daar ben ik niet blij mee. Oh, shit. Kom op, gaat er kapot. Kom op. Hoppakee. Au, ik sta in de fik. Het gaat niet kapot volgens mij. Hallo, is hier een deurbel? Hallo? Oh shit. Ja. Hier had ik niet op gerekend. Laten we in ieder geval doorgaan. In het donker. Het is nog niet zo ver naar de plek toe. Dus dat scheelt alweer. Kunnen we hier langzaam naar beneden. Glijbaan! Woe! Oh. Ik dacht dat het een vijand was, maar het is een rots. Rots kan geen kwaad. De leisteen. De Martijn. Leuk dat je kijkt, Martijn, naar deze livestream. Even kijken. Ik zit nog op Teamspeak, geloof ik. Hè? Ja. Wat is dat? Zit hier die wolf? Eeuw. Zijn dat serieus koppen van een... Vind de leider van de wolven en tem het beest, zodat hij je kan helpen. Dit is cool. Oh, wat, dit is zielig. Kijk nou, het is gewoon een hoofdje afgehaald of zo. De L. Druk op puntje om je L te roepen. Een L kan vijanden markeren vanuit de lucht. Daarnaast kun je je jagersoog activeren door het balletje ingedrukt te houden tijdens het vliegen. Nieuwe L-vaardigheden kun je ontgrendelen in de menu vaardigheden. Oké, dat is mooi. We hebben nu waarschijnlijk nieuwe vaardigheden. Dat zou mooi zijn, misschien ook niet. Maar in ieder geval, ze raden aan om de L te gebruiken. Dus... misschien moeten we dat doen. En laten we dat eens doen. Oké, ik weet ook mijn god niet welke kant ik moet gaan met die L. Zeg maar, er wordt er ook iets aangegeven, helemaal niks. Gewoon dat ik het nu moet doen. Vindt de U dan met je L? Nou, laten we eens doen dan. Hallo Martijn, wat bedoel je met... kan je dat zien? Ik weet niet wat je kan zien, maar... Oké, daar is iets van een... Daar. Oké. B sturen, markeren. Ik kan markeren. Dat kan ik markeren. Ik markeer gewoon eentje, ja. Ik ga nog even overheen vliegen. Jagers oog mag uit, denk ik. Nu is die aan, nu is die uit. Oké, hier moet ik naartoe. Oké, prima. Stoppen. Nou, dan gaan we daar eens een kijkje nemen. Mooi plantje. Even kijken, wat zeg je? Weer kijken naar je stream. Ja, zeker weten zie ik dat. Natuurlijk zie ik dat. Ik houd het allemaal in de gaten, Martijn. Leuk dat je kijkt. Een geitje. Kijk eens. Maar ik ben nog steeds... Ik vind het niet leuk dat het donker is. Maar waarschijnlijk hoort dat er gewoon bij. Oh, ze zien me. Oké, hij zag me niet. Volgens mij zijn er drie vijanden. En ik ga er gewoon heel langzaam naartoe sneaken. Met mijn sneak skills. Ik heb ook echte sneakers aan, dames en heren. Echte Nike sneakers. Dan gaan we hier de berg op.
En even kijken, hier zien ze me niet. Ik wil iets dichterbij, denk ik nog. Ietsje dichterbij. We gaan hier even naar beneden. Zo. Uitkijken dat ze ons niet zien. Maar die struiken zijn op zich wel hoog genoeg dat ze mij niet zo 1, 2, 3 zien. En in 3, in 2, in 1. Fire! Oké, hun hebben nu iets door, denk ik. Nee! Hoppakee, headshot. Nog één, nog één. Hoppakee, dat waren ze. Bam, ik ben hier goed in, of niet? Jongen! Oké, dit zijn de wolvenjagers. Die moet ik eerst doden, om natuurlijk de wolven een soort van... ja, ik moet ze ook wel een soort van helpen nu. Laat ik serieus voetsporen achter. Ik dacht al, zo realistisch is het spel nou ook weer niet. Ah, het is wel heel realistisch, ziet er mooi uit. Maar dat zou echt heel cool zijn als je voetsporen kon zien. Ja, waar moeten we nu heen? Ik denk dat we iets moeten volgen van een jagerinstinct. Zien we sporen? Ik zie wel sporen. Maar dat is van hun. En ik ga daar naartoe. Wat zijn dit? Doorzoeken. Ik denk dat we daar naartoe moeten, want daar ligt allemaal bloed en zo. Zie je het? Wat ligt hier? Ook een dode wolf. Gebruik vlees om lokaas te maken. Hou LB ingedrukt om naar de wapencirkel te gaan. Oké. Okay. We hebben nou lekker vlees. We kunnen vlees maken. Oké. Okay. En we kunnen dus lokaas gooien. Dan wil ik dat best wel doen. Volg het bloedspoor naar het wolvenhol. Oké. Okay. En wat zijn dat voor beesten? Dat zijn gewoon hertjes, geloof ik. Geitjes in ieder geval. Die kunnen geen kwaad. We moeten het spoor volgen. Het bloedspoor. En dat brengt ons naar de grot in ieder geval. Waar is het spoor gebleven? Ik denk daar naar boven, of niet? Ja, kijk eens. Kijk, allemaal druppeltjes bloed hier zo. En die gaan allemaal daar naartoe. Ga maar weg, geitjes. Wolven dichtbij. Oké, okay, we hebben een checkpoint. Nou wordt het spannend. Waar is het spoor? Hier gaat het door. Misschien dat het hier naartoe gaat. Ja... Oh, kijk eens. Walkwaas Hol. We hebben een achievement. Ontdekkingsreiziger. Kijk eens. Ontdek 15 verborgen locaties. Mooi zo. Nou, tof. Wie kijkt in de stream? Oh, laat maar. Ik heb het al gevonden. Oké, okay, we moeten uitkijken voor de wolf. Want ik weet dan niet. Daar zit de wolf. Lokaas en het temmen van beesten. Maak lokaas via de wapencirkel. Dat hebben we gedaan. Hou LB ingedrukt en selecteer lokaas. Dat kunnen we dus gooien. Kijk dat beertje op foto 2, hoe schattig. Gooi lokaas met RB om beesten te lokken. Terwijl het dier het lokaas opeet, nadat je hem langzaam en hou je vervolgens X ingedrukt om een beest te temmen. Schattig. Echt cool. Oké, dus je moet eerst vleesje gooien. Naar hem toe gaan. Rustig naar hem toe gaan. Langzaam naar hem toe gaan. Geen stressen. Komt helemaal goed. We gaan het proberen. Zijn er nog meer van die wolven of zijn dat gewoon geitjes? Zijn gewoon geitjes. Daar is de wolf. Oké. Okay. De grote boze wolf. Ik ben niet bang voor jou. Goed. Dan ga ik naar mijn... Ik selecteer mijn lokaas. Oké. Okay. We gaan naar hem toe en ik ga het vleesje gooien. Let op, hè. Vleesje. Gooien. Lekker vleesje. Hij denkt, oh, wat is dat voor lekkers. Oeh. Ga ik langzaam naar hem toe. Ik weet niet hoe lang hij erover doet. Om lekker vleesje. Ik kan dit beest stemmen. Inderdaad. Deze wolf ga ik temmen. Ik ga naar hem toe heel rustig. Ik mag hem niet doden. Temmen. Oh, hoe cool. Oh. Je kunt het beest het bevel geven om een doelwit aan te vallen. Of ook oh, welkom in de livestream, Giovanni. Leuk dat je er bent. Ik zie het stiekem. Leuk dat je er bent. Richt maar het LT en druk op RB om een bevel uit te voeren van... Zit! Af! Abort! Lopen! Rennen! Laufen! Als je beest gewond is, kun je hem genezen met vlees. Oké, okay, dus in plaats van dat ik zelf vlees moet eten om mezelf te genezen... moet ik ook nog eens dat beest gaan verzorgen. Fijn dit. Als je beest sterft, dan kun je hem bijbrengen via het menu... beesten of een nieuw dier zoeken om te temmen. Oké. Okay. Ik snap het. We gaan door. Shot. Ik wil hem aaien. Natuurlijk wil ik hem aaien. Oh. Het lijkt net een hondje. Het is eigenlijk een soort van heddeshondje. Maar dan, ja, wat wilde, denk ik. Als je hurk met B kun je
neemt je beest ook een minder zichtbare houding aan. Oh, dat is tof. Waar gaan we naartoe? Gaan we ergens naartoe? Dood de Udam in de buurt. Waar gaan we heen? Moet het in God binnen? Ik ga eens kijken op mijn map, ja? Blijf je hier? Misschien kan ik het sowieso al zien als ik om me heen kijk. Nee, ik moet mijn menu pakken. Oké, de kaart. Waar is dan dat mannetje hier volgens mij? Huidige doelstelling, dan gaan we gewoon daar naartoe. Hebben we nog een vaardigheden die we kunnen gebruiken? Die we kunnen uitgeven eraan? Vaardigheden vereist. Nou, die kunnen we, hebben we nog niet ontgrendeld. We kunnen eigenlijk nog helemaal niks upgraden. Terwijl ik al 4 van die punten heb geunlocked. Zoveel XP heb ik al verdiend inmiddels. Oké, nou dan gaan we weer verder. Oh, wat een schat. Ik kan er uren naar kijken, weet je dat? Wolfie, zegt Rens. Wolfie. Dood de Udam. Udam. Ik weet niet eens wat de Udam is, maar we gaan het zien dadelijk. We gaan naar die plek toe. Er zijn dagelijkse grondstoffen toegevoegd aan... Oké. Daar moeten we heen, denk ik. Nou, dan gaan we even naar beneden. Hoppakee. Lopen, 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 lopen. En... Moet in de lucht zijn? Beveel de witte wolf om de Udam te doden. Hou LT ingedrukt en RB om je beest te laten aanvallen. Schattig, maar... Wie moeten we aan... Oh, moeten we die laten aanvallen daar? Kijk eens, gaan we heel snel sneaken. Ja, dat komt helemaal goed. En rustig aan, Wolfie. Ik weet dat je honger hebt. Daar is een vijand en daar. Laten we eerst hem even doden. Hem dan en daarna hem. Of kan je eerst hem. Oké, okay. Let op. Hoppakee. En nu hem. Goed zo. Nou, dat was cool. Zijn er nog meer beesten dan? Beestenmenu. Jezus, je hebt allemaal beesten die je kunt lokken. Vanaf dit menu kun je een beest oproepen en je huidige beest terugsturen. Met sommige beestenmeestervaardigheden kun je nieuwe beesten temmen. Nou, hartstikke leuk. Tof, het zijn allemaal nieuwe dingetjes. Ik ben natuurlijk een missie 2 nog maar in het spel. Dus vandaar dat het... We hebben het voltooid, yes! Achievement! Spiritueel adviseur. Ik ben nu spiritueel adviseur met een goed humeur. Vincent spiritueel adviseur. We hebben een nieuwe Wenya specialist. Snel reizen. Ja, dat weet ik. Waarom geeft hij dat nu aan? Ik wist al lang dat ik snel kon reizen. Oké. We hebben de missie unlocked. Nu kan ik waarschijnlijk wel mijn vaardigheden gaan upgraden. Ik weet het niet zeker. Nog steeds niet. Meen je dit serieus? Ik kan nog steeds geen vaardigheden gebruiken. Oké, nou, tof. Geeft niet. Hoe meer ik speel, hoe beter, denk ik maar zo. Ik weet, toen ik dit speelde, dit stukje ken ik nog wel. Sommige stukjes herken je met een soort grot waar je onderdoor gaat. Daar zitten waarschijnlijk ook vijanden. Ik ga eens kijken. Kijk hoor. Als het goed is, moeten daar ook vijanden komen. En hier rechts was er iets van een opening van een grot, geloof ik. Maar ik weet niet zeker. Locatie ontdekt. Ziet er wel heel mooi uit, hè? Pakken we even dit. Ja, Gio. Aniek is er ook. Oeh! Nee! Wacht even. Kill! Kill hem al! Ik ga geen headshots weer geven. Ik kan wel. Ik geef hem gewoon een headshot. Bam! Oké, die is dood, denk ik. Er zijn nog meer vijanden. Hij mag ze allemaal gaan aanvallen. Oh. Hoppakee. Er zijn heel veel vijanden in de buurt, chat. Ik wil je een vleesje geven, maar je bent nog gewoon helemaal gezond. Dus je moet niet zeuren. En gewoon mij gaan helpen. Oké. Hoppakee. Hoppakee. Nee, joh, bij mij. Nog meer vijanden? Oké. Ik doe altijd even kijken bij die lijken, want dan kan je je pijlen oppakken. Want pijlen oppakken is een van mijn specialiteiten. Mijn Miranda zegt ook dat pa, zegt ze. Zoals jij pijlen kan maken. Ja, zo kan ik pijlen maken, hè. Wat hebben we hier? Wat is dit? Ik vind het wel leuk dat ze een soort hunebed proberen te maken. Maar heus blijft dit allemaal staan. Ziet wel geniaal uit, trouwens. En wat hebben we hier? Oh, het ziet er leuk uit, dit, zeg. Hartstikke leuk. Wat zijn die gasten allemaal aan het doen hier? Waarom zijn we zo aan het sneaken hier? Wat is er allemaal aan de hand hier? We gaan weer verder met de missies. Want ik raak weer helemaal afgeleid door die gasten. Even kijken. Hebben we een nieuwe missie die we kunnen unlocken? Wow, we hebben een heel gebied erbij. Of nee, dat hadden we al. Ik zie niks op de kaart. Zullen we terug gaan naar dat mokkel? Je dorp. We gaan dus naar dat meisje.
We moeten een schuilplaats maken. Vertel mensen dat wen jij hier leven. Nou, daar ben ik al heel de tijd mee bezig. Dus je niet te houden horen. Bouw je dorp. Je dorp is een plek waar de Winja veilig zijn. Verbeter hutten om bijvoorbeeld vaardigheden en wapens te ontgrendelen. Ga in het land van Oros op zoek naar grondstoffen voor hutten. Druk op dit icoontje en blader door de menu dorp en buitzak voor meer info. Als je voldoende grondstoffen hebt, kun je het dorp verbeteren, verbeterbare hutten zoeken. Dat is echt cool. Kan ik gewoon een eigen dorp bouwen hier. Dat is echt super gaaf gedaan. En wat is hier? De hut van Syla. Oh, daar hebben we genoeg dingetjes voor. Nou, laten we het verbeteren. Ze hebben het verdiend. Dat is het voordeel als ik al mijn spulletjes zoek. Alles wat ik, waar ik tegenkom, dat pak ik. En dan krijg je dus dit. Dan, dat zijn positieve dingen. En dan kan je dus lekker... Staat mijn camera goed? Even kijken. Zo is beter, hè? Ja. De hut van Syla verbeterd. Beloningen en missies voor Syla, de verzamelaar. Verzamelaarsvaardigheden. Mooi. Elke dag gratis voorwerpen. Nou, helemaal tof. Wat kunnen we hier doen? Oh, die kunnen we ook nog updaten, maar dan hebben we huid van een mammoet nodig. Jezus, van die grote beesten. We hebben 40 bevolking nodig en 20 riet. Maar voor de rest heb ik wel genoeg andere dingetjes. Maar in ieder geval, ik heb één ding verbeterd, dat is mooi. Kunnen we nog meer dingen verbeteren? Of was het echt maar één huisje die we kunnen verbeteren? Wat ligt hier? Oké, spulletjes. Vleesje ligt daar. Vleesje! En daar een grote grot. Ben ik daar wel eens geweest, die grot? Ik weet het niet. Even binnen kijken hoor. Wat is hier? Grotje. Ik weet niet, ben ik hier wel eens binnen geweest? Ik vraag mezelf af, want... Ik weet niet, want de game begon ook in een grot. Hier liggen wel spulletjes. Zag je het net? Dan moet ik... Welke toets zou ik weer doen? Deze. Kijk, dan wordt het allemaal andere kleur. En wat dan licht geeft, dat kan ik dan oppakken of gebruiken of zo. Zie je daar die stenen? Die gaan van een andere kleur. Kijk, daar kan ik nu naartoe lopen. En die kan ik dan oppakken. Zie je het? Leisteen. En hetzelfde geldt voor die takjes hier zo. Die geven ook een soort van kleur, zie je het? Een soort witte glans eroverheen. Elzenhout. Els! En wat is hier zo? Hier is nog een buidelzak die er ergens hangt. Daar zo. Maar ja, dat hoeft niet voor nu. Maar eens kijken, wat kunnen we nog meer doen? Ja, er staat nog steeds hier een... Je dorp. Ik kan nog steeds iets doen met dat dorp. Dat is een soort extra missie. Maar voor de rest is er niks ontgrendeld. Ik denk, ja, misschien dit, een grotmissie. Wenja vertellen verhalen over deze grot. Udom gaan erheen met volle maan. Met rotte vis en met bloed gevlekte speren. Klinkt heel smerig. En wat is dit? Dit is een makkelijk niveau. Die doe ik liever. Nou, dan gaan we even daar naartoe reizen. Let op. Hoppakee. Ik heb cola en crackers en ik heb een crackverslaving. Nice. En Aniek zegt, je kunt toch ook een hut voor de sjamaan maken, zodat je je dierenvaardigheden kunt upgraden. Jij zegt het en ik geloof je. Ik denk het wel. Ja, dat zou mooi zijn. Even kijken hoor. We gaan nu even naar de missie. En die zit dus hier aan de zijkant zit iets. En ik weet niet wat het is. Maar het is een reddingsactie. Die kunnen we even doen. Want we hebben veel Wenja's nodig natuurlijk, om te bevrijden. Zal ik hier naar beneden gaan? Het zou wel vet zijn als ik hier erin kan duiken, maar is diep water, denk je? We gaan het gewoon proberen. YOLO! Woo! Yeah! Dat is echt cool. Altijd al willen doen. Nu moeten we uitkijken voor die guppenkoppen daar. Oh god, heeft er eentje al mij gezien? Oké, ik moet uitkijken. Nee, niet die! Ik hoef geen L. Ik wil gewoon mijn genotsknots. Wil ik eigenlijk deze. Hardhout. 12 pijlen maken. Ze zien me. Nee, jullie zagen me niet. Weet je wat? Ik stuur mijn wolf erop af. Dat kan natuurlijk nu. Let op. En die maakt ze af. Oh, die horen bij mij, die. Oh. Nee. Die moet je afmaken. Dan ga ik naar die andere toe. Pam, pam. Als de wekker gaat. En nog eentje, waar zit die ergens? Zat die hier beneden? Ja, daar zit die. Oké, die mag hem afmaken, let maar op. Hallo? Hallo? Mijn wolf komt eraan, die gaat je vermoorden. Dankjewel. Ja. Ja, ik had het anders vermeld misschien, maar... Eeuw, zo heb ik je niet opgevoed.
Nee, 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 dat is mijn vlees op zouten. Nee, nee, hij mag gewoon even lekker eten als hij dat... Zo, zijn hele hoofd gaat er gewoon helemaal in. Hoppakee. Nou, succes, jongen. Hij moet ook natuurlijk gewoon eten. Oké, okay, nu moeten we die reddingsactie. Zaten die alle... Oh, waren die allemaal gewoon gevangen? Dat zijn drie Wenja's. Ah, Wenja, mooi zo. Ik heb jullie allemaal bevrijd. Ga maar naar het dorp toe, want we zijn een grote community aan het vormen. En dat is alleen maar tof. Goed zo. Ik kan wel bidden, maar dat heeft geen nut. Gewoon er naartoe gaan. Hup. Move. Jij ook. Hup. Jongen, jongen. Luie Wenja's tegenwoordig. Oké, okay, we hebben nieuwe dorpelingen. Dat is mooi. En we gaan nog steeds door met de game. Ik wil hier naartoe. Dat is een stammenstrijd. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Maar het belooft alweer gezellig. Want er staat een doodshoofdje op. En dat is altijd hartstikke leuk. Oké. Okay. Zeker nice. Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal... Ik kan jou niet zien. En jij mag ook niet. Ik weet niet waar het over gaat, maar... Oké, okay, prima. Jullie chatten maar wat af in die livestream. Oké, okay, we gaan eens even naar boven toe. Als het lukt. Ik denk het wel. Grote hoge berg hier. Of eigenlijk, ja, wat is het eigenlijk? Mount Everest lijkt het net, voor als we zo kijken. Maar we hoeven niet verder omhoog. We kunnen hier gewoon rechtdoor. En dan komt het helemaal in orde. Ik vind het heel uniek wat Far Cry heeft gedaan. Ze hebben het gewoon anders aangepakt. Heel veel mensen vinden het jammer. Want die willen gewoon dat je kan schieten. Maar ik vind het uniek. En ik denk dat uniek altijd heel erg nodig is in games. En dat heel weinig wordt gedaan. En daarom vind ik Far Cry op zich wel echt heel goed verbeterd. En ja, ben ik benieuwd wat hun volgende stap is. Of het misschien wel iets met technologie wordt. Dat het juist in het jaar 2400 gaat afspelen. Maar dat het dan... Dan wordt er waarschijnlijk iets meer science fiction. En ik weet niet of het dan nog serieus wordt genomen, het spel. Ja, dat, weet je, dan zitten ze zo met tijden te spelen. Dan weet ik niet of het echt nog... of ze het heel tof kunnen maken, zeg maar. In plaats van Wenja's heb je dan robot of zo. Ik denk niet dat dat heel erg tof gaat worden, denk ik. Oké, okay, dat was een heel kort gesprek. Maar in ieder geval, ik moet iemand doden volgens mij, want ze zijn in gevaar. En waar zijn ze in gevaar dan? Waar hebben ze me nodig? Ik heb niet echt een... Ik heb niet echt iets gezien waar we naartoe moeten of zo. Ja, wat wil je, meneer? Moet ik iets doen voor je? Oké, dat is heel raar. Ik heb waarschijnlijk niet goed opgelet. Waardoor ik niet weet waar ik nu naartoe moet. Oh, ja, er zit iets op de kaart. Mooi. En ik blijf hierboven. Want ik ben bang als ik naar beneden ga dat ik daar weer naar boven moet klimmen ergens. Oh nee, ik moet naar beneden. Oké. Ik moet heel ver naar beneden. En wat is daar voor vijand? Is het een beer? Ik ga eens kijken met mijn L. Oké. We gaan eens even naar voren. Ik wil weten wat het is. Even vertragen, kan dat? Nee. Kijk hoor, wat voor dieren hebben we hier allemaal? Even jachtinstinct openen. Dan kan ik zien wat er gekleurd is. Even kijken hoor. Ik zie niet echt iets gevaarlijks tot nu toe. Misschien dat ik het verkeerd heb gezien. Weet je wat? YOLO, we gaan gewoon naar beneden. Ik zie geen gevaarlijke beesten meer. We gaan glijden. Auw! Dat was een pijnlijke glijden. Het is een zwijn. Zwijnstein, dames en heren. Nee, ik hoef dat beest niet te pakken. Die knoppen zijn even wennen. Sorry, sorry. Oké. Hij zit vast. Maar mijn wolf gaat al helpen. Mooi. Maar dat is mijn kill. Geef mij die kill. Ik ga hem eten. Weg jij. Nee, dit is mijn kill. Oké, nou ja, jij mag ook een hapje. Eerlijk zullen we alles delen, hè? Daar gaat het wel altijd om. Bijna alles staat op de kaart. Lekker. Oké, we gaan hier naar voren springen. Springen, we kunnen springen er naartoe. Hoppakee. Ik ben een haasje. Oh, wat is dit? Is dat een vijand? Nee, die horen bij mij. Oké, wat is aan de hand? Moet ik hun volgen of zo? Hallo jongens. Is hier wat aan de hand of zo? Volgens mij gaan we op jacht naar beesten. Dat is het waarschijnlijk. Oké, ik volg hem gewoon. Oh, ik zie een das. Of wat is het?
Zo'n stinkdier. Ik ga hem vermoorden. Blijf staan, blijf staan. Ik wil... Kom op! Oeh! Deze is nog sterk ook. Wow! Wow! Een das. Zijn die zo sterk? Ik heb hem wel voltooid. Ik heb serieus de missie gehaald. Dat was een beest. Oké. Okay. Ik doe het liever om mijn nek dan dat ik het vermoord. Maar we hebben in ieder geval een das vermoord. Nou, mooi zo. Helemaal goed. Bevolking, nog eentje erbij. Goed. We gaan door naar de volgende mission, hè? En ik weet niet welke missie ik kan doen. Want dat staat echt heel onduidelijk allemaal neer. Maar ik wil eigenlijk nog even naar het dorp toe. Omdat Aniek dus zei in de chat van... Je kunt toch ook een hut van de sjamaan maken. Zodat je dierenvaardigheden kunt upgraden. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Want dat klinkt best wel heel logisch. En daarom wil ik even gewoon een kijkje nemen. Wat is hier? Ik kan hier wat doen. Ik weet niet wat. Voor mij is dit... Een grot van Takar kan ik upgraden dus. Oké, okay, dat is ook wel tof. Kunnen we ook wel verbeteren. Waarom niet? Ik bedoel... Ik ben er nou toch. Achievement! Woehoe! Help, ik ben klusser. Behalve verbeter 2 willekeurige dorpshutten. Nou, dit ziet er schattig uit. Mooi. Dat hebben we geüpgrade. Accepteren, de god van Takar. Mooi. We hebben echt heel veel XP ervoor gekregen. Dat is echt cool. Het is ook weer nacht geworden, maar dat geeft niet. We blijven gewoon hier even chillen. Dus ik heb nou die geüpgrade. Kunnen we nou meer upgraden? Misschien moeten we hier kijken. Die hadden we al geüpgrade, geloof ik. Ik denk dat er in de verte, waar dat pijltje is, dat je daar de grot van die gozer, die beestenjager, kan upgraden. Dat denk ik wel. Maar ik weet het niet zeker. Dus dan moeten we gewoon even kijken. Ik moet gewoon naar die pijl toe denken, naar dat dingetje. En hier kunnen we iets upgraden van de hut van Syla. Maar ja, Syla heeft al een mooie hut. Zij mag, hoeft niet elke keer te zeuren van ik wil een verbetering. Want het is, ziet er gewoon al strak en vet uit. Hier gaan we springen. Hoppakee. Is het hier toevallig? Wat is er? Praten. Nou, we hebben weer zo'n achterlijke bergtrol. En dat vind ik helemaal niet erg. Maar ja, als je dan te maken hebt met zo'n achterlijke bergtrol, dan vragen ze allemaal van die rare dingen. En ze vragen dus of ik een upgrade wil voeren van de hut van Tensi. En ik heb zoiets van, we hebben toch genoeg materialen, laten we het gewoon doen. En die hut heeft weer een hut die je kunt upgraden zeker. Ja, klopt. De hut is weer een hut. En in die hut kunnen we ook weer een hut bouwen. De hutheugde. Een gouden toilet inderdaad. Dat missen we inderdaad. Oké, we hebben de hut van Tensi hebben we ook geupgraded. Daar krijgen we ook weer lekker XP voor. Nou, dan kan hij lekker chillen hier zo. En het ziet er wel tof uit. Ik heb een beetje een dorp nu. Zal ik eens kijken of we al een vaardigheden kunnen upgraden? Ja, zeker weten. Oké. Ik heb 8 vaardigheidspunten. Dat zijn behoorlijk veel. Sowieso een gezondheidsvakje twijfel ik niet over. Die moeten zo upgraden. Sowieso. Hoort erbij. Wat nog meer? We gaan eens kijken. Je houtsteen en andere dorpsgrondstoffen worden weergegeven op de minikaart. Heel erg graag. Dat is echt heel fijn als dat gebeurt. Nu tenbaar, luipaarden, jaguars, zeldzame zwarte jaguars, holen leeuwen en zeldzame zwarte leeuwen. Temps met lokka's, nou ja, die kunnen nog even mijn reet likken, dat boeit me nog niet helemaal. De elk kan je een duikaanval uitvoeren, dat wil ik wel. Een duikaanval is gewoon veel beter. Hoppakee. Wat hebben we nog meer? Je vindt 2 dierlijke vetten en 2 dierenhuiden tijdens het villen. Dat vind ik op zich ook wel chill. Die gaan we ook maar doen. Dat kunnen we nog niet. Leer eerst de voorgaande vaardigheden. Oké, die moeten we dus eerst doen. 2 stukken vlees. Dat is mooi. Voor mijn dier en voor mij. Dat is heel gaaf. Hebben we nog meer upgrades? Even kijken. Deze wil ik wel doen. Maar daar heb je 3 punten voor nodig. Dus daar ga ik even voor sparen nog. We hoeven niet alles gelijk op te maken. Ik ben altijd iemand die het snel opmaakt. Maar dat ik dan wel nog een beetje bewaar voor eventueel later. Weet je wel. Praat met Syla. Ik moet met Syla praten. Syla. Je bent zo lelijk. Van dichtbij. Voor mij zit ze in de grot.
Voor mij zit ze gewoon diep te chillen in die grot hier. Ja hoor, kijk eens. Lekker bij die water. Wat hebben we hier trouwens? Oh, ik mag niet eens naar die stenen lopen. Goed, zo'n filmpje. Oei, wow. Oh, ze is blij me te zien. En zijn genotsknots. Oh, wat lief. Ik heb een nieuwe knots. Oeh. Oh jee. Oké. Inderdaad, wat drugs niet met je doet. Maar goed, we gaan kijken wat er gaat gebeuren. Er komt een dag later. Dat is vet. De Wenjadorp. Kijk, het wordt weer fris en fruitig. Ziet er allemaal mooier uit. Ik hou echt niet van nacht. In geen één game hou ik van nacht. Mocht gewoon overdag zijn, lekker. Mooi moet het eruit zien, weet je wel. Maar we hebben wel een nieuwe genotsknots. En dat vind ik heel tof. Oké, praat met Syla. Alweer? Ik heb net met haar gepraat. Melee-gevechten. Knotsen zijn snelle wapens waarmee je meerdere doelwitten met één uithaal raakt. Dat klopt. Speren zijn traag en krachtig, maar je kunt er alleen recht vooruit mee aanvallen. Ze zijn efficiënter als je ze gooit. Dat klopt. Hou RT ingedrukt en laat los om een zware aanval uit te voeren. Laat vijanden wankelen en richt veel schade aan. Oké, zal ik doen. Bedankt voor de tip. Maar ik heb nou een nieuwe genotsknots, dus ik ben erg benieuwd hoe dat aan gaat voelen en hoe dat werkt. Wenjajager zag Udam vlakbij. Oeh. Ze willen aanvallen, maar Wenja zijn klaar. Oeh, we krijgen echt een wave. Krijgen een wave van vijanden. Oh god. Wow. Mijn marchasar. Wenjamana. Oelaikwa. Shuta. Marita! Usai Salwa Kwan! Palhu Uda! Palhu Hasmas! Nu, Takar Masi Hayauda! Dit is gaaf. Dit speel ik echt voor het eerst, maar het is heel vet. Met Far Cry zit je altijd heel vaak in de game, hè. Het is echt wel actie altijd. Heel erg actie-achtig. Oké, aanval met de Udam. Let op, de poort wordt aangevallen. Welke poort wordt aangevallen? Daar komen ze. De knots, knots. Heb ik de nieuwe knots? Ja, ik heb de nieuwe knots. Hachaka! Oeh, die is wel sterk inderdaad. Hoppakee. Moet uitkijken dat ik mijn beest niet dood. Wat is een poort vernietigd? Oh, is mijn beestje dood? Hier, ga maar lekker vleesje eten en zo. Hoppakee. Oké, waar komen ze vandaan? Waar komen ze toch weer vandaan? Dat weten we niet, dat weten we niet. Oké, wat is ook weer de goede... Deze moet ik. Oké, zitten nog een paar van die gasten? Hier zit er één. Daar komt hij. Ik geef hem wel een headshot als het kan. Rustig aan. Oh, man, ga bukken als ik kom. Echt, hè? Wacht even. Ik schiet maar gewoon. Boeien, hij moet gewoon dood en klaar. Hoppakee, wel een headshot nog. Ik ga terug, want het is daar geel. En ik denk dat ik daar naartoe moet, omdat ze daar ook aan het aanvallen zijn. Ja, inderdaad. Oeh, ik moet snel terug. Anders heb ik daar mijn verdediging dorp. Ik ben gewoon helemaal aan de buitenkant. Ik ben helemaal niet in het dorp. Oké, snel rennen. Waar zijn ze? Daar, ergens. Hoppakee. Oh shit, ze zijn echt aan het aanvallen en shit. En ze gooien allemaal shizzles. Ik vermoord hem gewoon met mijn pijl. Dat gaat iets sneller. Oh shit.
Want even een headshotje. Altijd goed. Oh, geen headshotje, maar hij is wel dood. Oké, er komen nog meer vijanden. En die ga ik dan een soort van aanvallen met mijn beest, als het kan. Die mag best komen. Hoppakee. Hoppakee, val maar aan. Hoort hij nou bij me, deze? Ik weet het niet, gif. Je kunt worden vergiftigd door bijenstekers, slangenbeten en de giftige dampen bij het land van de Udam. Sommige Udam bestoken je met gifbommen. Geef eens slecht voor je gezondheid, joh. Maar het effect is tijdelijk. Ergens op deze wereld moet een recept zijn, pardon, tegen voor het tegengif. Oké, we zitten dus in het gif helaas. Maar geef niet, we gaan er gewoon snel uit. En ik heb zooi om me te beschermen, hoop ik. En we gaan eens kijken, waar is een vijand? Daar ergens. Dus hopelijk pakt hij hem. Ik weet niet waar die zit. Oh, hier zo. Hij gooit de gifbommen. Wacht even. Wacht maar jij. Oh, godverdamme. Klote gifbommen. Oké. Verdedig je dorp. Ga maar weer daarheen. Ik denk dat dit het centrale is van het dorp. En dat ze hier dadelijk ook komen, algemeen. Hier moeten we een soort van wachten. Is dat een vijand? Ja, dat is zeker een vijand. Hoppakee. Eliminatie, kan het? Oh. Oeh. Shit. Hergroepeer met Syla. Volgens mij was dit het. Mooi. Dit was apart. Best wel pittig nog wel, hoor. Heel gaaf gedaan. Oké. Hallo. Udam zijn al dichtbij. Dat klopt. Oh, we gaan een beetje dreigen. Bereik het kamp van de Udam. We zijn nog niet klaar. Hun hebben aangevallen, maar nu moeten wij eigenlijk een beetje hun bang gaan maken. Dat is best wel tof. We moeten 700 stapjes gaan lopen naar die kant. En dat is best wel een pokkend. Kunnen we niet snel reizen of zo? Ik ga eens kijken. Kaart. Ik denk niet dat het handig is om te snel te reizen. Nou, op zich kan het wel. Ik weet niet of het mogelijk is. Ik denk het niet. Nee, we kunnen niet snel reizen volgens mij. Dus dat betekent dat we eigenlijk... Nee, snel reizen is niet mogelijk, staat erbij. Nou, dan gaan we gewoon even lopen. En ik denk dat we onderweg ook wel wat gasten tegenkomen. Wat vijanden. Dat denk ik wel. En laten we eens kijken wat we tegenkomen. Wat is dit trouwens? Oh, dat ziet er ook wel heel erg leuk uit. Gezellig ook. Lijkt net van een mammoet of zo. Een gewei. Volgens mij wel. Of een olifant. Nou, dat is meer een mammoet, hè? Voor mij, er zitten geen olifanten in de game natuurlijk. Het zijn gewoon mammoetjes. Mammoetjes. Oh, heel veel vijanden. Holy shizzle. Oké, er zitten echt heel veel. Oké, hoe gaan we dat te lijf? Ik denk dat we heel rustig moeten aanvallen. Het zijn ook niet alleen maar vijanden. Oké, dan geeft niet. Nee, niet dat beest aanvallen. Daar moet je aanvallen. Kijk, waar zitten de vijanden? Yes. Nee, blijf staan dan, aap. Hoppakee. Nee, niet naar die gasten. Ah, shit. Val hem aan. Val hem aan. Goed zo. Ik ga die beesten. Ik pak dat vlees wel. Dat verdeel ik wel dadelijk als je weer gewond bent. Oké, dit gaat goed. Prima. Zijn jullie nog helemaal in staat en zo? Niks aan de hand. Geen benen gebroken. Mooi zo. Dan pak ik even hier zo die stokjes. Die hebben we ook nodig. Stokjes zijn altijd makkelijk. Hebben we nog genoeg stokjes? Even kijken daar. Ja, we hebben er 14. Ik kan nog eentje bijmaken, joh. 15 op. Oké, ik doe eens gek. Wat een lelijkert. Ik ga appeltaart eten en de aflevering van Daredevil kijken. Oké, heel veel plezier, kasteelvuur. En ik zeg inderdaad, wat een lelijkert. Ja, het zijn inderdaad hele echte lelijkerts. Wat is daar? Allemaal hertjes. Nou, die doen geen kwaad. Het zijn geen damhertjes, maar schaakhertjes. Die zijn wat lastiger. Oeh. Tum, tum, tum. Oh, wat zit je met beesten aan te vallen? Doe dat nooit meer. Dan word ik boos. En die, er is een vijand en die loopt weg, want die is bang. Van mijn wolf waarschijnlijk. Oké. Lijkt me tof als je mammoet gaat temmen. Dat lijkt me zo vet in de toekomst. Hè, Vini? Ga je gewoon om hem af en dan ga je hem aaien. Heel schattig over zijn koppie. Over zijn kop. Koppie zal die niet hebben, denk ik. Hier zitten allemaal vijanden hierboven, denk ik. Ik zie allemaal streepjes op mijn radar. Oké, maar we gaan hier. We blijven hier laag.
Er zitten zoveel vijanden. Oké, het gaat allemaal goed, hoop ik. We lopen nog steeds in de richting dat we denken dat het goed komt. We moeten in ieder geval daarheen, die kant op. Ik zie mensen rennen daar zo. Kunnen we hier naar boven? Even kijken wat we hier kunnen vinden, ik weet het niet. Nee, dan slaan we het even over. Wat hebben we hier? Bloemetjes. Ik hoor wel herrie, hoor je dat ook? Kijk mijn schatje. Echt een mooi wolfie hoor, een mooi wolfie. Ik denk dat hier vijanden in de buurt zijn. Ik ruik ze. Of het is mijn wolf. Ik doe mijn instinct aan. Zien we kleurtjes op de map? Niet dat ik zie. Oké, dan gaan we gewoon door. Dan is het allemaal een soort van veilig, denk ik dan. Hoop ik. Ik pak even wat bladeren op. Wat ook niet kan. Dat wel. Zo. Gaan we hier even naar boven. Oh! Daar zitten vijanden ergens. Maar daar moeten we ook heen, dus dat is ook logisch. Oké, waar zitten die vijanden? Even mijn instinct aan. Ik zie niks in de buurt. Het komt daar vandaan, ergens die kant. Zie je het? Zie je het? Kom daar vandaan. En daar bovenop zit ook eentje. Stealth. Gooi steentjes met pijltje naar beneden om vijanden af te leiden. En lawaai te maken. Hurk met B om minder lawaai te maken. En de kans op ontdekking te verkleinen. Als je wordt opgemerkt, dan kun je verbergen in de begroeiing om te ontsnappen uit het gezichtsveld. Oké, nou dat snappen we. Is stealth modus. Vernietig alle benere bomen van de Udam en dood alle vijanden. Oeh, spannend. Oké. We moeten een soort van stelmodus gaan gebruiken in principe. Dat is niet verplicht, maar het wordt wel een soort van aangeraden. En als ze dingen aanraden, dan is de missie meestal ook daarop gebaseerd dat je het op een mooie manier kan doen. Dat is heel vaak natuurlijk. Oké, dus ik pak mijn genotsknots. Hij is echt wel heel erg veranderd, mijn knots. Knoekie, knoekie, knots. En ik denk dat we daar wel een stealth kill kunnen uit gaan voeren. Althans, dat weet ik niet zeker, maar oeh. Oké. Zit ik in stealth-modus? Ja. Oké, heel rustig gaan we door het gras heen. Hij moet ook in stealth-modus. Waarom ga je ook niet sluipen? Oei, daar zitten de vijanden. Ik ga hier denk ik naar boven, maar dan word ik gezien door dat hele groepje daar, denk ik. Dus wat kunnen we nu het beste doen? Oh, daar komt er eentje op me af. Moment. Ja. Oké, hij gaat er al naartoe. Vijand! Vijand, 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 vijand. Heng, ja, nee, oh. Heng, ja, lea, lo, la, mea, lo. Hoppakee, sla zijn hersenspan in. Nee, mijn been is dood. Hoe durf je? Ik heel je toch weer. Ha, lekker voor je. Ik heb genoeg vlees in de house. Mofo's. Oh, ik sta aan de fik. Ze zijn sterker dan ik dacht. Geen stealth-modus dit keer. Is mijn beest weer dood? Nee! Waar is mijn beestie? Oh, daar zo. Moment. Hoppakee. We gaan naar boven klimmen. Ik heb een idee. Ze hebben me toch allemaal door. Het heeft geen nut meer om mezelf te stealth dingen. Misschien nog wel, misschien ook niet. YOLO. Ik maak het gewoon allemaal kapot hier. Hoppakee. Vernietigen deze. Onzin. Eén van de drie. Oké, de volgende. Let op. Gaat helemaal goed komen. Booga, 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 booga. Ik ga dat nooit redden van die afstand. Ik moet er eigenlijk achter zien te komen. Oké, hoe komen we daar het beste? Via de achterkant, denk ik. Hij ziet me niet. Oké, wachten, wachten, wachten. Ja, hij zag me al, denk ik. Hoppakee. Hij vermoordt de bovenkant en ik doe die beentjes zo van... Hoppakee. Nou, het gaat goed komen, toch? Ik moet nog een paar van die dingen slopen. Waar zat de volgende? Daar zo zat er nog één. Zullen vast nog wel wat vijanden zijn, hoor. Maar dat komt wel goed. Hoppakee. En waar is die laatste? Die zit ergens... Oh, hier zo. Oké, ik zag hem niet. Hoppakee. Met de beuk erin.
Daar zit nog een vijand hier achter. Ik weet niet... Oh! Hoort hij bij mij? Ik weet het niet. Hoe kan ik dat zien? Nee, die hoort bij mij. Goed dat ik hem niet sla. Oké, weet je wat? Hoppakee! Bam! En... Dokkie! Zo, er komen nog meer vijanden. Hierachter zit hij. Wacht even hoor. Sluipen, sluipen, sluipen. Dat gaat haast niet meer. Ik ga hier omheen. Er zit hier achter. Hier beneden zit hij. Ja! Op! Ik vind die zo cool. Als je zeg maar daar op hem afgaat. En dan echt zo, dan kijkt hij aan van... Sla de Udam aanval af. We hebben een achievement gehaald voor die grote missie. Tof, en we zien een mooie mammoet op die grot getekend. Prachtig. Ik denk dat we dadelijk al gaan stoppen. Zeker weten, hebben we alweer 1,5 uur gelivestreamd, dames en heren. Udamari. Ul. Atikwaifa. Appa. Laiwamaya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Is krijgt ze wee of zo? Wow. Oh, ze snijdt die oren af, ja. Machi, sami kartici napa. Winjai. 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 Bedankt voor het kijken naar deze livestream, speciaal voor YouTube. Laat vooral een dikke duim achter en willen jullie meer van dit soort video's van een livestream afgeknipt, laat het weten in de comments beneden. Ik vond het heel leuk om af en toe eens een livestream te doen van een ander spel. En wie weet tot de volgende keer bij een nieuwe video van een livestream. Doei doeg!